What's good, Kelfam? Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En het is Kelsember, de maand waarin ik elke dag een video upload. Holy fuck! Leuk dat jullie kijken, mensen. Voordat ik de video ga beginnen, ga ik jullie eerst vragen om 6000... Nee, wat? 3000. Dat zijn er 3000. Niet te hard van stapel lopen, Kelvin. Gooi even dat duimpje op deze video. 3000 moet kunnen binnen 24 uur. Er komt er morgen weer spetterend nieuwe video. En hey, wil je nou dat ik even lekker bij jou langskom om te chillen? Dan kan dat. Laat dan even een reactie achter onder deze video. En wees geabonneerd op mijn kanaal. En dan maak je kans op een legendarische chill sessie met mij. Hey, het wordt epic, bro. Goed, vandaag is het zover. Ik ga me weer wagen aan een daadwerkelijke roast. Dan kunnen we er nog heel lang omheen lullen, maar we kunnen ook gewoon beginnen met de roast of Stefan Jurriens. What's good, man? Goed, je hebt YouTubers die hard werken voor hun geld. Je hebt YouTubers die minder hard werken voor hun geld. En dan heb je ook nog YouTubers die anderen al het werk laten doen, zodat zij geld kunnen verdienen. Dames en heren, Stefan Jurriens. Wat een klote werk. Serieus, Stefan hoeft alleen maar komen op te dagen tijdens draaidagen en de rest gaat vanzelf. Hij filmt niet, hij bedenkt niks, hij edit niet. Stefan hoeft helemaal niks te doen. Giel daarentegen werkt wel heel hard. En als Giel Stefan op een draaidag wil hebben, dan gaat dat ook niet vanzelf. Ik heb een WhatsApp gesprek tussen Giel en Stefan kunnen vinden. Dit is echt best wel top secret. Maar goed, ik ga het maar gewoon laten zien. Yo, Steve, vanmiddag opnames, hè? Huh? Hoe laat? Over een uurtje. Hé, hoezo? Ja, Verstuk TV. Oh ja, is ook zo. Voel me niet zo lekker. Godverdomme, Stefan. Als nu ik kom opdagen, verlaag je salaris van 10 pakjes punk per maand naar 9. Ik ben al onderweg. Ik ben onderweg. Ik ben een van de weinigen van Stuk die altijd op tijd is. Ja, ik heb het inderdaad over Stefan Jurriens. Ook wel bekend als de before van een extreme makeover. Kijk even hoe die... Waar je Stefan ook nog van zou kunnen kennen, is dat hij vroeger een verloren lid was van de muziekgroep Chips. Kijk even... Wat? Jezus. Maar goed, dat was vroeger. Tegenwoordig is Stefan onderdeel van Giels YouTube kanaal Stuk TV. wat zeg ik? Zei ik Giels YouTube kanaal? Ik bedoel natuurlijk John's YouTube kanaal. Ja, oké. Okay. Mooie foto is dit trouwens. Als je hem zo bekijkt, denk je, nou, wat een knappe mannen. Wat een knappe mensen, ja. Maar als je dan Stefan daarnaast laat, dan denk je, nou, wat een knappe mannen. Wat fijn dat ze met z'n allen geld op tafel hebben gelegd, zodat ze deze Downie er weer fatsoenlijk uit kunnen laten zien. Ja, netjes. Oh, Kelvin. Wat een klootzak. Soms vraag ik me echt af waarom Stefan überhaupt bij Stuk TV zit. Ik bedoel, wat is zijn toegevoegde waarde? Ik denk serieus dat Stefan er gewoon is bijgezet zodat Thomas en Giel nog meer zelfvertrouwen krijgen. Wat ik me ook afvraag is, heeft Stefan eigenlijk een vriendin? Over vrouwen gesproken, heeft Stefan ooit seks met vrouwen? Ik heb echt het idee dat de enige manier waarop je Stefan in bed krijgt is als je gewoon een slof sigaretten in je punani verstopt. Maar goed, ik snap ook wel dat geen enkele vrouw oraal bevredigd wil worden door Stefan. Want ja, als Stefan je gaat beffen, dan weet je zeker dat je herpes krijgt door al die kak die in zijn baard verstopt. Zo. Wat wel zou helpen is als je gewoon scheermesjes aan je schaamlippen vastplakt, zodat hij zich tijdens het beffen gewoon ook kan scheren. Dat zou wel handig zijn. Zo. Zo. Hé. Even een slokje hoor. Waarom heb ik ook weer ja gezegd voor deze shit? Oh nee, daarom gaat Stefan altijd naar kutzooi. Oh, ik snap hem. Kutzooi. Het grote verschil tussen seks met Giel en seks met Stefan is dat als je Stefan neukt, dat je ergens nog het gevoel hebt dat je het doet voor Stichting Doe een Wens ofzo. Ook al heeft Stefan best wel slechte ervaringen met visten, maar goed, hè, dat even terzijde. Oh, wat erg, hé. Er kijken ook kleine kinderen naar. Oh, wat erg. Maar, nee, goed. Qua seksleven, hey, ik heb niks te klagen. Ik deel het gewoon niet. Maar ik heb echt niks te klagen, hoor. Maak je geen zorgen. Mwah. Lang verhaal kort, ik heb gewoon echt het idee alsof Stefan te weinig seks heeft. Al die frustratie, al die seksuele frustratie, die moet er gewoon op één manier uit. Nou, ik weet wel hoe die eruit komt, hoor. Muziek! Ja, nou, Stefan maakt dus muziek. En hij doet dat niet alleen onder naam Stuk, maar hij heeft ook altijd in een bandje gezeten, namelijk 60 Pound. Ja man, nee, je hebt wel goede research gedaan, ouwe. Bandje wat hij vervolgens gewoon laat stikken, omdat hij veel meer geld kan verdienen met YouTube. Nou, dan weet je dat je goede vrienden bent. Absoluut, 100%. Ja, die was goed, die was echt nice. Al met al is het wel goed dat je er bent uitgestapt, Stefan. Ik bedoel, kijk even naar hoe jullie erbij liepen. Jezus! Jullie zien eruit alsof jullie mijn koffer naar mijn kamer gaan tillen in een hotel. Jezus! Nu we het toch al de hele tijd hebben over dingen waar Stefan niet goed in is, wil ik het even hebben over social media. Oké, ik heb een scheidhekel aan social media. Ik heb mijn Facebook verwijderd, ik heb mijn Twitter verwijderd, ik heb alleen nog Instagram omdat het bij mijn werk hoort. Ik denk dat Stefan de meest verschrikkelijke social media gebruiker ooit is, terwijl het ook zijn werk is. Hoe dan?
Wat? Wie plaatste zo'n foto op Instagram? Dit is letterlijk de foto. Ik heb er niks aan veranderd. Ik heb er geen filter overheen gegooid. Dat is toch mooi. Gewoon lelijke foto's plaatsen. Ik word gek van al die hashtag Instamodel life shit. Met opgespoten lippen en stranden en lijpe dingen. Gewoon, het moet gewoon ruw zijn. Het moet echt zijn. Je mag lelijk zijn op social media. Kijk naar mij. Tering, Stefan! You don't even get social media! Maar echt serieus, als je even door Stefans Instagram gaat, dan zie je gewoon alle... Wat is dit voor foto? Goeie foto, pik. Heel nice. Of deze. Great job. Dit is letterlijk Stefans Instagram. Een fucking tekening van Haley. We hebben het nog helemaal niet gehad over Stefans baard. Maar laat ik heel even teruggaan naar de tijd waarin hij nog geen baard had. Ik heb lang moeten zoeken. Het heeft lang geduurd, maar ik heb een foto kunnen vinden van Stefan zonder baard. Dames en heren. Ik wil mezelf niet zien zonder baard. Heb je dat er echt ingeplakt? Dit kan schokkend zijn. Jezus! Hij lijkt nog 20 jaar jonger, joh! Holy shit! Smeer dan eens een beetje lippenstift op je bek. Dan ben je gewoon net Miley Cyrus. Ik ben dus benieuwd of Calvin echt denkt dat ik dat ben toen ik jong was. Heel veel mensen denken dat, maar dat eerst dus mijn neef uit Zweden, PewDiePie, toen hij jong was. Maar goed, dat was een geheimpje. Als je Stefans foto's bekijkt, dan is het gewoon allemaal duidelijk. Hij leeft gewoon in een identiteitscrisis. Stefan weet gewoon niet wie die is of wie die wil zijn. Ik bedoel, de ene keer wil je fucking Yo Silvio zijn. Overigens wel een leuke foto samen met je vriendin, Stefan. Leuk. De andere keer wil je in één keer fucking PewDiePie zijn. Dan wil je weer ineens Kraantje Papi zijn. Dan wil je in één keer mij zijn. En dan wil je in één keer Monica zijn. Wie ben jij, Stefan? Who do you wanna be? Maak een keuze. Fuck jou. Echt, fuck jou. Ik ben een jongen van vele gezichten, maar ik doe niemand na. Fuck jou. Het is duidelijk, Stefan weet gewoon niet wie die is. Wie die wil zijn, hoe die moet denken. Dus ik heb maar even een profiel gemaakt van Stefan Jurriens. Dames en heren, aanschouw mijn spreekbeurt over Jurre Stefansen. Welkom bij mijn spreekbeurt over Jurre Stefansen. Wat is dit nou weer? Jurre kreeg op zijn 16e zijn eerste vriendin. Maar deze vrouw kreeg Jurre zijn eerste kindje. Jurre junior. Een jaar later adopteerde Jurre samen met zijn homoseksuele vriend zijn tweede kindje. Jurre Julia junior. Daarna kwam een derde kindje. Jurre met vliegjes op zijn hoofd. Nee, kan niet. Kan niet, sorry man. Sorry Terrenis. Ook moet ik jullie helaas mededelen dat Jurre in een depressie zit. Hij heeft al meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Helaas allemaal zonder succes. Hier zien we een foto van een dubbele zelfmoordpoging. En hij wou zijn polsen doorsnijden en tegelijkertijd kanker inhaleren. Inderdaad, Jurre is begonnen met roken omdat hij dat stoer vindt. En om het zelfmoordproces te versnellen. Dit was mijn spreekbeurt over Jurre. Zijn er nog vragen? Beste spreekbeurt ooit. En dan heb je nog Stefans fans. En die zijn goud. Ik bedoel, als je eventjes naast Stefans Instagram foto's kijkt, dan zie je dat hij echt diehard fans heeft. Als Stefan mij volgt, stop ik met Insta. Ben ik de enige die dit niet begrijpt? Maar dan heb ik toch nog een bepaalde vraag in mijn hoofd. Namelijk, we hebben het de hele tijd over Stefan en wat hij allemaal verkeerd doet en dat hij niks waard is en dat hij eigenlijk niks kan. Maar wat kan Stefan nou wel? Nou, ik heb er even over nagedacht en ik ben eruit. Ik heb het. Stefan kan heel goed zijn handen voor zijn hoofd houden in thumbnails voor extra dramatisch effect, zodat RTL nog meer geld verdient aan hem. Lekker bezig, Stefan. Ik zit niet bij RTL, Calvin. Dat is lang geleden. Ik ben opgekeerd naar Talpen. En als laatste, en dat is denk ik toch wel Stefans grootste talent, sigaretten roken. Oké, het is duidelijk. Ik heb ook wel zin in een peukie eigenlijk. Thanks, Kel. Stefan, ik vind dat je een goed voorbeeld geeft aan de jeugd. Dat vind ik, ja, dat doe je knap. Dank je wel daarvoor. Wij kunnen ook helemaal niet zoveel. Hoe is Stefan eigenlijk bij Stuk TV gekomen, vraag je dan af. Nou, ik heb even onderzoek gedaan en het was via een casting. Onze nieuwe kandidaat zit al klaar, Stefan. Ah, hier word ik echt... Oh man, die casting altijd, kutzooi. Dat moet echt een keer offline gehaald worden, kan echt niet. Joh, ik herken mezelf niet eens. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal niet klaar voor, ja. Oké. Goed gedaan. Netjes, heel nice. Heel netjes. Maar dan vraag je af, oké, waarom hebben Thomas en Giel dan voor Stefan gekozen bij die casting? Nou ja, als je de competitie ziet, dan kom je er vrij snel achter dat het niet heel moeilijk was. Ik bedoel, ik denk dat iedereen zou winnen als ze het moesten opnemen tegen een doorgesnoven gabber. Of een vrouw, een pornoster, of tegen een kokosnoothoofd.
Of een doorgezakte gemeentewerker. Dus ja, als dat je competitie is, dan had ik ook gewonnen, laat ik het zo zeggen. Stefan, wat doe je? Wat is dit? Wat denk jij? Oh, dit kan echt niet. Staat dit nog steeds online? Serieus? Hoe de fuck hebben we dit gevonden, gast? Ik was hier echt 11 of zo. En als je dacht dat Ismail de eerste treitenvlogger was, dan heb je het mis. Want kijk maar even naar deze treitenvlogger. Ja, je neemt me toch niet op? Nee. Dat wil ik ook niet. Dit is nep. Ja, dat kan je me vertellen, maar je schiet me erop, want ik sta er helemaal niet. Het is gewoon een speelgoedcamera. Ja. Well played, Stefan. Ja, had je het maar offline moeten halen. Wat ook niet veel mensen weten, is dat, hoe kan ik dit het beste verwoorden? Ik heb het idee dat Stefan een beetje verliefd op mij is. Echt, want weet je, in mei was ik jarig en toen kreeg ik een verjaardagsvideo van hem. En nou, we gaan er maar gewoon even samen naar kijken. Allereerst gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. Oké, dankjewel, lief van je, lief van je. Gast, wat is dit? Wat is dit? Dit is voor mijn moeder gemaakt, oké? Ja, ik wil je eigenlijk ook heel erg bedanken dat je er altijd voor me bent en dat je heel veel van me houdt en super lief voor me bent en soms misschien nog net iets te veel voor me doet, maar dat waardeer ik heel erg. Oké, schattig en ben ook een beetje gek, maar oké. Ik hou super veel van je. Oké, dit wordt een beetje gek. Dit wordt een beetje apart nu, ja. Ik heb natuurlijk een cadeautje. We gaan met z'n tweeën lekker uit eten en Is dit een date of zo? Ik wil het. Ga je mijn pijpen onder de tafel? Oh, gast, kom op. Vandaag gaan we het heel gezellig maken. Ik hou super veel van je. Ik vind jou ook aardig, Stefan. Maar het wordt wel een beetje. Het wordt wel een beetje eng zo. Ik vind het wel een beetje. Ja, that's it. Geniet van je dag. Doei. Dat kusje! Oh, wat ik moet. Ik ga deze shit offline halen, echt. Ik wil nog één keer zien. Oké, het is duidelijk. Stefan, ik vind jou ook heel aardig. Maar ik hoef geen verkering met je. Goed, we komen aan bij het hoogtepunt van deze roast. Namelijk iets wat Stefan echt heel belangrijk vindt. Stefan is namelijk heel erg tegen commercie. Wat is het toch met YouTubers die denken dat ze geld kunnen verdienen over de rug van kleine kinderen? YouTubers die geld verdienen over de rug van hun kijkers. Wij maken al 5,5 jaar video's. Daar hoeft niemand voor te betalen. Dat doen we gewoon zelf. Oké, nee, dat is echt onacceptabel. Dat vind ik ook. Maar Stefan, hoe verklaar je dan zeg maar dit? Mora heeft een nieuwe snelle en makkelijke broodsnack, de Tostini. Vanaf 2 augustus draait de nieuwste Mission Impossible film. Veel explosies, mooi stukje stand en heel veel lekkere gale wapen. Kijk, onze vrienden van Pizza Burger hebben ons weer uitgedacht om ballen. Een gekke toffe actie bedacht om het eind van het schooljaar goed af te sluiten. Goed, vandaag gaan we dus het spel Who's the Dude spelen in real life. Ik ben Stefan en ik haat YouTubers die geld verdienen over de rug van hun kijkers. Maar hey, als je toch deze video kijkt, ga dan even naar die nieuwe film in de bioscoop. Of naar die andere filmen. Vraag een fucking broodrooster aan je ouders. Of een pizza burger. En koop een panini. Hij is binnen 6 minuten klaar. Kopen. Yeah, right, Stan. Oh, wat erg dit, gast. Wat erg. Ja, ik moet ook gewoon eten. Ik moet ook gewoon brood eten. Ja, ik kan er niks aan doen dat mijn smaak veranderd is van hagelslag naar kaviaar, snap je? Kutzooi. Ah, jezus, Stefan. Wat fucking hypocriet. Dat gehaat op prankster. Dat moet ergens een soort opgekropte woede zijn. Dat moet ergens vandaan komen. Het lijkt bijna een beetje op het gevoel alsof hij vindt dat het leven oneerlijk is. En ik snap dat ergens wel. Weet je, ik zou dat ook misschien wel voelen als ik keihard mijn best zou doen jarenlang om de meest epische content ooit te maken. Maar dat ik aan het eind van de dag nog steeds niet het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal heb. Oh. Zo. Goed zo. Jezus. Dat was er weer eentje. Potverdorie, Stefan. Ik hou van je. Je bent een fantastische gast. Ik vond het heerlijk om jou helemaal kapot te mogen maken. Jezus. Kelvin, ik hou ook van jou. Later. Dus dankjewel dat ik dit mocht doen. Ik ben trots op jullie. Ik ga je snel weer zien. En mocht je deze video nog niet geliked hebben, doe het dan sowieso. Want als we binnen 24 uur 3000 likes halen, komt er morgen gewoon weer een nieuwe video. Dames en heren, jongens en meisjes, doe eens gek. Je bent er normaal genoeg. Ik zie jullie waarschijnlijk morgen. What's good, Kelvin?